3, 2, 1, go! Dag rollende fanatiekelingen. Vandaag brengen we een bezoek aan het middeleeuwse centrum van Gent. Maar eerst moet ik nog wat laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse stadsuitbreiding doorkruisen. Mooie erenhuizen, dat wel, maar niet erg middeleeuws waar. Nu volgt er een uitdagend ministraatje. Heel kort en redelijk stijl. De inlineskater die zich hier waagt, weet maar beter hoe hij zijn snelheid tempert. En altijd kunnen er auto's opduiken die geen zin hebben in inlineskaters. Je hebt hier relatief veel kans om uw stofwisseling vroegtijdig ten einde te zien komen. Maar het zal niet vandaag zijn. We hebben dat hier weer eens overleefd. Meer door geluk dan door kunde. We gaan even de kleine ring rond Gent oversteken. In normale tijden zou ik dat wellicht niet riskeren, maar deze beelden zijn geschoten in volle lockdown. Er was nauwelijks verkeer. Check hoe leeg die straten zijn. Al het asfalt hoort de inlineskaters toe. En na een blik op de leien gun ik je nu zicht op mijn Powerslide Fusion Krypton 100 skates. Tri-skates waar ik nog altijd vrij content over ben. Ze zitten goed, ze bollen goed en ze zien er ook goed uit. Het valt op hoe weinig fietsers dat er zijn. Normaal gezien krielt het hier van de rijwielen, maar alle fietsers liggen thuis met corona. Of met ontwenningsverschijnselen omdat er te weinig automobilisten rondrijden waaraan ze zich zo graag ergeren. Heb je mijn overstapjes gezien? Ik vind crossovers de max. Ik begrijp niet wat al mijn benen juist uitspoken, maar ze doen iets dat precies wel werkt. Sowieso is het altijd wijs om door een bocht te scheuren zonder dat je op je gezicht valt. Als je de huizen ziet, zou je het niet zeggen, maar we naderen de middeleeuwse stadskern ondertussen echt. Het ene moment vanheert je rollend langs de Ajuinlei, gezoekt over de moderne Predikerenbrug en hop, opeens duiken daar de allereerste middeleeuwse buildings op. We rollen thans onder de Sint-Michielzelling. En hoe weten we nu zeker dat we in de middeleeuwen zijn beland? Precies, kassein. Dat wordt vloeken, zuchten en nog meer vloeken. Ik moet zeggen, de Korenmarkt rolt nog redelijk. En door het decor en vaartje dat er hier geen vlakte ligt van asfalt, dat zou gewoon op niets strijken waar. Hier ziet je al aan mijn bewegingen dat de straatstenen mij beginnen te irriteren. Ik sta nog niet op punt om een medemens te vermoorden, maar iemand een beetje pijn doen lijkt na iedere meter een steeds beter idee. Bij pijn denk ik bijvoorbeeld aan vingers die tot moes worden geklopt met zo'n brok natuursteen. Gelukkig blijven de meeste mensen veilig uit mijn buurt, met dank aan de corona. Bergop op die mottige stenen, dat is dikke ellende. Voor het eerst in mijn leven wil ik zo snel mogelijk weg uit het centrum. Ik kan hier simpelweg niet rollen. Zie mij sukkelen, mijn flow is weg. Ik ben een vis die op droog ligt te spart en alle cafés zijn dicht. Kan niet eens op een terras gaan zitten om te bekomen mijn frisse pint. Asfalt, asfalt, mijn Insta361-camera voor een zachte strook asfalt, alstublieft. Oké, dit is beter. Het is geen asfalt en de tramsporen liggen in mijn weg, maar ik kan tenminste weer rollen. Ik ben ook blij dat de zwaartekracht mij helpt, maar te blij zal ik nooit zijn, want die zwaartekracht is een wispelturig beest. Ze heeft mij al meermaals onzacht tegen de grond gemapt. Helaas, of gelukkig, telkens wanneer de camera niet draaide. Hoewel ik de zwaartekracht respecteer, wantrouw ik haar ook. Aanschouw thans de Vlasmarkt.
zo leeg en zo dood als het opgezwollen kreng van een aflijvige karper. Aha, de reep. Gedurende millennia was dit de rivier. Toen besloten ze in de jaren 60 dat het een parking moest worden. Ze stortten de bedding vol aarde en gooiden er een dikke laag cement over. De rivier werd vermoord. 2 jaar geleden hebben ze er eindelijk weer een waterloop van gemaakt. Ik kan zeggen, samen met mijn beste maat was ik de eerste die op dat nieuwe water heeft gevaren. Dat was illegaal, maar we konden echt niet meer wachten om onze kano op het water te gooien. Dit is nu een van de schoonste stukjes van Gent om te paddelen. Ellendige rotkast zijn naar god in de nacht gekruist, gevlamd. Een inline skater kan hier op geen enkele manier elegant overrollen. Ik ben precies een steltloper hier met splinters in zijn poten. Schamelijk. En dan pijst je, joepie, weer asfalt, we vliegen weer vooruit. Kom, we zoeven door de middeleeuwen. Maar nee, na nog geen 20 meter moet je weer zuchten. Kak, weer kasseien. Ik ben zo blij met dit asfalt dat ik het wel zou kunnen keuzen. Er liggen weliswaar tramsporen, maar dat kan mij niet schelen. Wel opletten dat ik het asfalt niet kus door mijn wezen tegen de grond te plakken. Zie hier het Sint-Baafsplein. Het is een van de weinige pleinen in het centrum die skatable zijn. Wow, check die een dude met zijn BMX. Machtig, goed gedaan, gast. Ik zag op Instagram ook al foto's van rolschaters in die fontein. Ik moet zelf nog wat oefenen op stunts op straat, meubilair. Geef me nog een paar maanden. Kijk daar, de lakenhallen met Belfort. Een paar jaar geleden was dit nog een mottige parking pal in het centrum van Gent. Thans is het een leuk parkje met een modern stuk architectuur dat volgens mij perfect past in het middeleeuws geheel. En het oppervlak is hier vreed skatable. Skatability is everything. En 3, 2, 1, wow! Ik struikel en glas bijna tegen de fietser. Zwaar accident werd nipt vermeden. Gelukkig dat bepaalde reflexen tijdig ingrepen en mij behoeden voor zowel pijn als vernedering. Pijn is niet erg, dat gaat over. Maar vernedering sleept je mee voor de rest van uw leven. Bedankt reflexen om mijn vel nog maar eens te redden. Ik laat thans het stadscentrum achter mij. Het decor was mooi, over het wegdek was ik niet onverdeeld gelukkig. Van de prachtige gras en koorlei kan ik u maar een glimp gunnen, want ik heb echt geen zin in die bonkige kasseien. Ik voel de nood om snelheid te maken en ik heb daarvoor een paar geknipte locaties in gedachten. Daar gaan we nu naartoe. Check dat asfalt hier links van mij, dat is rampzalig om op te skaten. Vandaar dat ik het mij permitteer om te rollen over het voetpad. Er is nu toch bijna niemand dankzij de lockdown.
Ziezo, en we zijn weer aan de kleine ring. Nu ga ik iets doen wat eigenlijk redelijk gevaarlijk is, maar er is toch geen verkeer, dus who gives a shit? Gewoon gaan. Ik eis het asfalt op en smijt mijn eigen naar beneden. Dat was zo de max. Wow, de clumsy skater stumbles. Het zal wel aan mij liggen, maar ik wil toch ook eens zeggen, de meeste fietspaden van Gent zijn niet bedoeld voor inline skaters. Het is alsof ze inline skaters haten. Wij moeten de straat wel opeisen voor onze eigen veiligheid, want daar ligt het beste asfalt. Vandaar dat ik mij ook zonder gêne een streetskater noem. De straten zijn van mij. Die zijwaartse sprongjes lukten mij redelijk goed, maar ik moet toegeven, ik had die fietster achter mij niet opgemerkt tot ik haar remmen hoorde piepen. Maar kijk, ze was te vriendelijk om een keer te wuiven en merci te zeggen. De meeste fietsers zijn best oké. We naderen het Sint-Pieterstation en dus ook de apotheose. Ik ga iets doen wat eigenlijk volstrekt illegaal is. Waar zit jij, Snefliek? Ik ook niet. Ah wel, dan mag het, hè. Kom, we gaan onder de grond duiken. Beetje remmen. Oeps, serieus voortje daar. Te veel gewicht op mijn achterste been, omdat ik bijna mijn evenwicht verloor. Gelukkig tijdig kunnen corrigeren of ik was op mijn muil geplaatst. Stay low, Tim. Als je naar beneden suist, moet je zo compact mogelijk maken. Dat is het veiligst en plezantst. Eén been een beetje vooruit en vertrouwen op de onbetrouwbare zwaartekracht. Joepie! Zo, we zijn aan het einde. Ik heb niets gebroken en schone dingen gezien. Dus, missie geslaagd. Tot de volgende keer. Merci voor het kijken en abonneer u. Yo!